Ook de roefelaars hebben het warm, maar laten zich zeker niet uit het veld slaan. Daar is overigens ook geen tijd voor, want het zal de Roefelweek niet zijn als er een overvol programma aan activiteiten op de planning staat. De maandag stond in het teken van boerderijbezoeken. Naast een hoop leerzame momenten staken de roefelaars zelf ook de handen uit de mouwen. De dinsdag werd niet onder, maar op het water besteed. Met de groep in tweeën gesplitst was het genieten op een behoorlijke boot samen met de mensen van Lunchroom Dickie Anders uit Sleewijk. Op het roefelkamp ging men creatief aan de slag. De roefelaars zitten nu nog vol met energie en wordt dan ook stevig gegeten. Aan de uurtjes slaap in de eerste nacht kan het niet liggen. 4,5 uur absolute stilte is voor roefelbegrippen helemaal niet verkeerd.